Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 9 juli. De dag die begint met vrij veel zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt wel vanuit het westen de bewolking toe. En vanmiddag kan er ook in het noorden en midden van het land een spatje regen vallen. Vanochtend blijft het nog overal droog de temperatuur ligt rond de 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Zoals gezegd, vanmiddag neemt de bewolking toe, en vooral in het noorden en midden valt er een spatje regen als er een zwak warmtefront passeert. Het is wel warm met 21 tot 24 graden. Vanavond is de regen alweer verdwenen en komen er weer wat meer opklaringen. Ook is er vrij veel hoge bewolking aanwezig, het blijft lang zacht met temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En morgen wordt het zomers warm. In het noordwesten wordt het 24 graden, in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Er zijn zonnige perioden en pas in de avond is er kans op een paar onweersbuien landinwaarts. Vanaf maandag is het ook weer gedaan met de warmte. Het wordt dan wisselvalliger, met temperaturen over het algemeen zo rond de 20 tot 22 graden. En later in de week kan het zelfs nog wat frisser worden. Pas richting het volgend weekend wordt het weer warmer. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.